Yo, wat op gasten, oftewel, en hallo iedereen, welkom terug bij Power Up. En dit keer gaan we Dragon Age Power Up'en, oftewel, blijf kijken. Zoals ik al zei, we gaan de geweldige game Dragon Age Power Up'en. En dan vraag je direct af, wat is deze geweldige game dan? Want misschien ken je hem al niet. Dat is eigenlijk best wel jammer, want Dragon Age is één van de beste RPG's die eruit is. En met RPG's moet je er gaan denken aan Final Fantasy. Als je geen kenner bent van RPG's, dan denk je direct, Final Fantasy? Nou, beste kijker, Final Fantasy is namelijk de grondlegger geweest van de grootste RPG's die er nu zijn. En zeker ook de grondlegger geweest van Dragon Age. Dat kan ik je echt wel vertellen, want zonder Final Fantasy was deze game er nooit geweest. Want Final Fantasy was de grondlegger van alle RPG's die eruit is. Want Final Fantasy, en hij heet het zeg Final Fantasy, dus gewoon FF. Is dus de eerste geweest die hiermee uitkwam. De eerste die het ook echt goed uitpakte. En daarmee denk je dus aan een strategische wijze van combat. Zo zie je de strategische wijze. Zo zie je de strategische wijze ook weer terug in Dragon Age, waarin je verschillende manieren hebt om dingen te doen. Zo kan je bijvoorbeeld een rogue mensen in de rug laten steken en daardoor doet het dubbel zoveel damage. Je moet echt denken aan zulke dingen. En strategisch gezien is dat echt super geweldig. En maakt de combat ook 10 keer zo leuker dan dat je de hele tijd om een vijand erop in te slaan en gewoon wat skills op te spammen. Zo is Dragon Age ook een van de geweldigste verhaallijnen die je kan vinden. Want de verhaallijn is compleet gebaseerd op jouw keuzes. Je kan het een beetje vergelijken met Mass Effect. En Mass Effect is ook gemaakt door dezelfde maker, namelijk BioWare. En BioWare is gewoon heel erg goed in het maken van deze spellen. Overigens, Dragon Age is gewoon een van de beste spellen die eruit is. En vind ik dat jij het moet spelen. Daarom ook deze power-up. En wil jij meer van dit spel, dan kan je natuurlijk altijd kopen. Ik heb hem namelijk gekocht voor €7,99. €7,99. Kom op nou. En dan zat er ook nog een leuke DLC bij voor Mass Effect 2. Waarvan ik de code niet ga laten zien. Tadaa! En kom op. Waarom niet? Dus als jij de game wil. Je kan ook een demo downloaden als het goed is van Dragon Age 2. Die staat nog steeds online. Kan je een beetje kijken hoe Dragon Age 2 werkt. Daar zal ik misschien binnenkort ook nog een power-up van maken. Want Dragon Age 2 is een spel op zich. En zoals altijd, vond deze video leuk, dan een groen duimpje. Vinden jullie meer abonneren, zie ik jullie de volgende keer. En de volgende keer doen we dan weer een nieuwe game. En dan heb ik de keuze uit heel veel games in ieder geval. Tot dan. Bye!